Ja, ik moet toch even waarschuwen, vrienden. Ja, want die verkiezingen komen eraan, daar, hè, voor Europa. En ja, ik hoor het jullie al zeggen, ja, we zijn allemaal ver van mijn bed, joh, en wat moeten we ermee? Ja, maar zo zit het niet meer. Nee, nee, ik, jullie, kijk, de nationale verkiezingen gingen over migratie, gingen over asiel. Daar heeft iedereen duidelijk laten weten, we willen dat anders. We willen het niet meer zoals het ging. En Nederland is vol en stop ermee. Klaar. Ja. Dat signaal heeft Nederland afgegeven. In ieder geval heel veel van jullie. En ik ben het daar ook helemaal mee eens. Ja. Maar ja, nu komen die... Nationaal heb je het dan een beetje aardig geregeld, maar dan ben je er nog niet. En nou moet het ook Europees geregeld worden. Dus, en nou moet je niet denken van, dat komt wel goed en dit en dat. Want, dit is een wedstrijd tussen de PVV, ik weet niet of je dat allemaal in de gaten hebt, en GroenLinks Partij van de Arbeid. Ja, zit maar één zeteltje tussen. Het is geloof ik 9 voor de PVV en 8. Voor die anderen, voor GroenLinks en die Partij van de Arbeid. Dus, het is gewoon Wilders tegen Timmermans. Dat is het gewoon. Precies hetzelfde. Alleen nu in Europa. Ja, en nu moet je niet denken van, laat maar. Nee, niks laat maar. Nou moet je doorpakken. Nu moet je doorgaan op die migratie. En nu moet je gewoon gaan stemmen. En dat is het. En dan alle ballen op de PVV. En niet gaan kijken, waar ben ik het allemaal mee eens? Bijvoorbeeld met die VVD, want die hebben geen kans. Of waar ben ik het allemaal niet mee eens? Het PVV misschien? Nee, alle ballen moeten op, zeg maar, op Wilders op PVV. Ja, het is niet anders. Die moet het gaan doen. Want denk erom, als die GroenLinks en Partij van de Arbeid toevallig de grootste zouden worden. Ja, nou dan krijg je dat, die Timmermans. Dan gaan we daar een knulletje klaver. Ja, op hun borst slaan en op hun eigen trommeltje slaan. En kijk ons eens eventjes en zie je wel. Ja, nee, en dat moeten we voorkomen. Ja, dat mag dus helemaal niet gebeuren. Nee, dus alles... En PVV is, die hebben ook belang bij een grote opkomst. Ja, dus hoe meer er komen, hoe groter het aantal zetels wat ze gaan halen in Europa. Dus nou ja, duidelijker kan ik het niet maken. Het is niet anders. Vrienden, alle ballen op Wilders.